Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Zelda Skyward Sword video. Ik ben super hyped, ik hoop dat jij ook super hyped bent. We moeten namelijk deze mysterieuze verschijning hier zo gaan volgen. We moeten hier naar boven en we trekken ons zwaard blijkbaar. Maar ik wil deze persoon helemaal niet aanvallen. Doe even een duimpje omhoog als je deze video vet vindt. En vergeet niet om te abonneren, want het is gewoon gratis. En dan zie je iedere dag Nintendo video's op je bakkes. En ik denk dat we hier naar beneden moeten springen. Oké, laten we springen. Ja, lekker. Oké. Top. Oh nee, wie ligt hier? Wat is dit? Het is een of ander mysterieus wezentje. Ik weet niet, maar deze ziet er wel schattig uit. Is dit een hondkat? Het lijkt op een hondkat. Oh, zo. Oké. Niet zo schattig. Niet zo schattig. Pak hem aan. Oh, hij gaat weg. Hij gaat weg. Ik denk dat we hem moeten achtervolgen. Pak hem. Pak hem. Pak dit lelijke wezen. Of moeten we hem oppakken? Oh, kijk. Ik pak hem even op. Ik loop even erlangs en ik pak even dit kistje, denk ik. Sorry, jongen. Oh, wow. Bloppy. Hou eens op. Wegwezen met je blop. Anyway, ik wilde gewoon even dit kistje openmaken. Even kijken wat hierin zit. Kijk, rode roepie. 20 roepies. Nu moeten we alleen even de poeshond weer gaan vinden. Oh, kijk, hij is weer boos. We moeten hem eerst weer slaan. En dan begint hij te huilen. Doe eens rustig, man. Kijk, zo ben je zo schattig. Nou, zo ben je eigenlijk ook nog niet heel schattig. Als ik heel eerlijk ben je zo ook nog niet heel schattig. Moet ik hem gooien of zo? Wat moet ik doen met deze grap? Ik heb eigenlijk geen idee. Ah! Ik ga in ieder geval gewoon hier naartoe. Ik weet niet wat ik met die kat moet doen, hoor. Ik probeer in ieder geval hier te klimmen. Het gaat alleen niet zo heel snel. Ik vind het wel chille muziek, jongen. Lekker panfluitje of zo. Oké, ik denk dat we hier naartoe moeten. Ja, we moeten hier naartoe. Go. Meer fluis. Maak de meer fluis kapot. En hier naar boven. Oh ja, dan moet ik alleen rennen strakjes. Eerst moet ik even die vleermuis kapot. Oké, Linky, sprint hem maar. Yes, oké. Bloppie slopen. Hatsaflats. Zo, dat ging echt super soepel. Oké, ik ben wel heel blij dat we gewoon automatisch springen eigenlijk, hoor. Ik weet nog wel op de Wii. Als ik op de Wii moest springen... Nou, ik sprong 5 keer fout. Dan moest ik altijd weer opnieuw doen en zo. Daarom vond ik de Wii zo'n irritante console. Omdat dat springen... Ik was zo noob in dat springen. Maar ja, gelukkig hoeft dat nu niet. Gelukkig gaat het nou automatisch. Ik denk dat ik hierop kan. Ja, en dan kunnen we zo in de lianen hangen. Hey. En ik ben benieuwd of jullie weten wie deze karakter is. Ik denk dat echte Zelda-fans wel weten wie deze karakter is. Ik ga het voorlopig nog niet verraden, jongens. Ik wil het niet spoilen. Het is in ieder geval een blauw vliegend organisme. En het is geen avatar. Oh, waar ga je naartoe? Je gaat gewoon dwars door de muur. Oké. Mag ik ook dwars door de muur? Ik wil mee dwars door de muur. Oh. Nou, we hoeven niet dwars door de muur. De muur gaat gewoon open. Een soort van halve Harry Potter dingen. Oh, we mogen onder het beeld van de godin. We zijn een soort van via de achteringang hier naartoe gekomen. Oké, laten we gaan. In het standbeeld van de godin zijn we nu. Ja, nee. Dit is niet het Master Sword, toch? Het Master Sword bestond toch nog helemaal niet in deze game? Het is wel een mooi zwaardje. Het is wel... Ja, het is een prachtig zwaardje. Dit is wellicht een beter zwaardje dan ons geleende zwaard. Het is helemaal geen zwaard! Of het is wel een zwaard. Ja, de zwaard is er nog. Hallo, uitverkoren held van mijn schepper. Ik heb op u gewacht. Het lot heeft u een belangrijke rol toebedeeld. Volgens de sociale gebruiken dien ik mijzelf voor u te identificeren. Mijn naam is Fi. Ik ben gecreëerd met één enkel doel. Lang voor de herinneringen van uw volk in schrift werden vastgelegd. Het is mijn plicht u bij te staan bij het vervullen van het lot dat u is toebedeeld. Oftewel, Fi gaat ons helpen. Treed nader, Link. Als uitverkoren held van mijn schepper bent u voorbestemd om dit zwaard te hanteren. Hey, maar dit is toch niet het Master Sword? Met de vreemde dromen die uw slaap verstoren, mijn plotselinge verschijning, de onzekerheid rond het lot van degene die u dierbaar is. Onder deze omstandigheden is het logisch dat u enige aarzeling heeft. Ja, Link twijfelt een beetje. Om uw onzekerheid weg te nemen zal ik enige informatie met u delen. Mijn hypothese is dat deze informatie een positief effect zal hebben op uw huidige gemoedstand. Nou, dat kunnen we wel gebruiken. Link mag wel even wat vrolijker worden weer volgens mij. Ja, Zelda is natuurlijk net weg. En Fi begint over Zelda, want ze zegt, de persoon die u zoekt, de achtenswaardige Zelda, die is nog in leven. Yay! Ik had ook niet anders verwacht. En deze priesteres die u Zelda noemt, is tevens uitverkoren voor deze grootse opdracht. Als u uw vriendin weer wenst te zien, dan raad ik het sterkst aan dit zwaard mee te nemen voordat u op zoek gaat naar haar. Laten we gewoon het zwaardje pakken, Link. Wat hebben we te verliezen? Niks, toch? We hebben niks te verliezen.
pak het zwaardje. Laat V met rust. V zegt ook verder, de maatregelen ter overtuiging lijken niet nodig te zijn. In naam van mijn schepper vraag ik u het zwaard vast te pakken en het ten hemel te heffen. Ja, let's go. Eindelijk een echt zwaardje, jongens. Oké, we gaan klaarstaan. En we gaan hem pakken. Daar komt hij. Ja hoor, we hebben hem. Steek hem omhoog. Hier, dan krijgen we een of andere magische kracht in ons zwaardje. Ja, dit is toch altijd een mooi moment, hoor. Dat moment dat Link zijn eigen zwaard weet te vinden. Het is wel echt een vet zwaard, inderdaad. Het is het godinnenzwaard. Het zwaard lijkt te gloeien met het mysterieuze licht van de godin. Super vet, super vet. Dit is zo cool, ja. Ik hou ervan. Ik hou zo van Zelda. Het is bizar dat ik deze game nog nooit heb gespeeld. Identificatie voltooid. Meester. Link. Mijn meester. Dus omdat wij het zwaard nu hebben gepakt, zijn wij officieel, of nou ja, zijn wij de meester van V. En de rector Kepora, die is hier ook gekomen. Oh jee. Ik weet niet of dit de bedoeling is, maar hij zegt, ik had zo mijn vermoedens en tot nu toe wist ik niet zeker of ik gelijk had. Maar nu sta je hier in de heilige zaal van het zwaard. De plaats waar volgens legendes een jeugdige held zal verschijnen. Men zegt dat de godin deze ruimte zelf heeft geschapen. Het bestaan ervan is door een kleine groep van generatie op generatie doorgegeven, samen met deze woorden. Wanneer het godin een zwaard blaakt, volgt spoedig het grote moment waarop de apocalyps ontwaakt en de lang niet langer vrede kent. Hé, maar wij zijn toch niet de veroorzaker nu van al het onheil, jongen. Wees niet bevreesd in deze tijden, want spoedig zal in deze gewijde zaal de uitverkoren held die ik zal leiden door mij persoonlijk worden onthaald. En de rector zegt dat het zwaard al enige tijd bijzonder licht uitstraalde en hij dacht dat hij het zich inbeelden. En hij had nooit verwacht dat de profetie nog uit zou komen terwijl hij zou leven. En ja, het is toch echt gebeurd, rector. En hij moet nu bepaalde woorden gaan spreken tot ons. De jonge held zal worden geleid door de ziel van het zwaard, die ondanks uiterlijke jeugdigheid zeer geleerd is en wijs van aard. Oftewel, we hebben gewoon een smart sword. Geen smartphone, maar een smart sword hebben we gewoon nu. En V die heeft nog veel meer kennis. En die zegt, ja, er is wat kennis verloren gegaan in de loop van de tijd blijkbaar. Het leidende zwaard zal behoren aan een jongeling die met ijzeren gestel, die vanaf het moment bekend zal staan als de door de godin uitverkoren held. We zullen boven de wolken zweven tot het moment dat we ons daaronder moeten begeven. Dus we gaan ook naar het land onder Skyloft. En daar zullen wij Zelda gaan vinden. Ja. We gaan op zoek naar Zelda. En daar is Zelda. Althans, dit is een herinnering waarin we het hadden over het oppervlak. Inderdaad, het land onder Skyloft. En daar gaan we naartoe. De rector die zei nog, hij kan zich niet herinneren dat er iemand op het oppervlak is geweest. Daar is veel ellende. We krijgen nu een oude rune of zo. Een oude steen lijkt het wel. Het is een fragment dat een pad zal verlichten naar het land dat onder de wolken ligt. En we moeten dat in de sokkel achter V plaatsen. Een smaragdfragment. Dankjewel. Maar eerst moeten we het teken achter V raken met een hemelstraal. Ja, precies. Dat is dit teken wat ik hier al zag. Moeten we het zwaard omhoog heffen. En dan... denk ik slaan. Ja, denk ik... ja. Is dit? Dit is het. Dit is wat we moeten doen. Oké, maar wat is dit? Oh, wacht even. Oh, hier moeten we al die dingen plaatsen. Dus we hebben net volgens mij de rechter onderkant hebben we gehad. En we moeten nog drie andere stukken zien te vinden. Oh, oké. Er gaat nu een licht uit van het grote beeld van de godin Hylia. En waar gaat dat naartoe? Oh, dat wijst op een punt in de wolken. Wow, wat gebeurt er? Komt er een nieuw eiland of zo? V zegt, tot nu toe werd uw wereld gescheiden van het land eronder door een wolkenbarrière die de godin heeft gecreëerd. Het fragment dat u in de sokkel heeft geplaatst, heeft een kleine opening gemaakt in de barrière. En door die opening kunt u het land onder de wolken bereiken. En V gaat met ons mee omdat wij de meester zijn van V. En ze zit in ons zwaard. En als we haar nodig hebben, moeten we pijltje naar beneden drukken. Oké, V, let's go! De rector, oftewel de vader van Zelda, die heeft geen idee wat de apocalyps precies inhoudt. Maar Zelda en ik spelen een grote rol. En we moeten natuurlijk Zelda gaan zoeken daar beneden. Dit is nog maar het begin van de reis. En we moeten de legende gaan waarmaken. En natuurlijk gaan we dat doen. Let's go, jongen. Let's go, rector. Ik zal Zelda voor je vinden. En een beetje voor mezelf. De rector zegt, hey, alleen deze kleren die zien er niet uit, vriend. Jij moet nieuwe kleren hebben. Dus die moeten we eerst ophalen voordat we vertrekken. En Link is er helemaal klaar voor. Oh ja, kijk. Nu hebben we inderdaad de kleding. Nu zijn we pas echt officieel Link geworden eigenlijk. Ja, vet. Heel vet. Groen is dit jaar de kleur voor onze ridders.
Dat is toch altijd al de kleur van Link is geweest. Kijk ons shiny, jongen. Ja, dit is wel gelijk een flink goede outfit, hoor. Oké, we moeten eerst nog even langs winkeltjes, blijkbaar. Even in mijn kast kijken of er al wat nieuws in zit. Ja, kijk, hoppakee, blauwe ruppie. Die kast, die wordt magisch gevuld gewoon. Die wordt elke keer magisch aangevuld. What up, Federik? Hij zegt, je ziet er nu echt uit als een ridder. De rector zegt dat je op zoek gaat naar Zelda. Je bent zo'n bijzonder een jongen. Bladibla. Oh, hij heeft iets gemaakt. Oh, wacht. Oh. Hij is mijn mattie. Hij heeft iets gemaakt voor mij. Een buidel. En daarin kunnen we allerlei dingen bewaren. Nou, super chill. Super handig. We moeten even naar de bazaar. Want daar kunnen we een schild kopen. Moet ik alleen even weten waar de bazaar is? Laten we even op de map kijken. Hier in het midden is de bazaar. Oftewel daar. Heel duidelijk te zien eigenlijk. Auw. Hallo, mijn heer. Master Cornelius. Die zegt... Oh, zonder schild heb je niet zo heel veel aan dat zwaard. We krijgen gewoon een schild van deze guy. Dankjewel, een houten schildje. Maar dat is wel het zwakste schild van alle schilden. En hij is kwetsbaar tegen vuur. What up, Fee? Ik heb nieuws over het stenen fragment en de lichtcel die erdoor is gecreëerd. Ten zuiden van onze huidige locatie is een lichtcel verschenen. En daar moeten we naartoe. Maar we moeten eerst even wat dingen gaan kopen. En ik denk dat dat dan hier binnen moet. Hallo, leuke mensen van de bazaar. Turel zegt, wat is dit? Wat zien mijn ogen? Ik heb desastreuze visioenen. Maar, jongen... Ik geloof niet in waarzeggers, jongen. Als jullie een piep horen in de opname, mijn buurman, ja, die is aan het klussen. En ik kan echt geen geschikt moment vinden om op te nemen. Dus ik moet het maar gewoon doen op het moment dat die, denk ik, aan het piepen is. En dat is echt heel irritant. Sorry, jongens. Wat heeft deze guy eigenlijk voor mij? Dit is de werkplaats. Oh, hier kunnen we mijn schild verbeteren? Eens even kijken. Oh, dit is eigenlijk wel nice. Ja, het kost wel al best wel veel muntjes trouwens. Ik kan het wel proberen. Ik kan het wel even verbeteren. Oh, ik heb niet genoeg barnstenen. Ah, jongen. Nou, ga dan maar lekker pindasaus eten of zo. Dag. Wat heb jij? Wil ik de voorwerpenbank gebruiken? Nou, laat maar. Die mevrouw ziet er ook verveeld uit. Potions. De drankjeswinkel. Kan ik een fles fixen? Hey, ja, we krijgen een gratis flesje. Dankjewel. Super bedankt. Yay, flesjes, hype. Eens even kijken hoor. Zij zegt dat haar man echt super krachtige drankjes kan maken. Jij versterkt de drankjes van de vrouw, oké? Okay? Nou, ik heb nog geen drankjes. Oké, wat is dit? Wat is dit? Hiermee kan ik mijn schild maken. En dit is een geneesdrankje. Daarmee kan je 8 hartjes herstellen. Dat is best wel veel. Nou, weet je wat ik wil? Ik wil dit drankje wel hebben. Het opbladdrankje. Dankjewel, mevrouwtje. Kan ik hier trouwens ook al wat van kopen? Zijn dit bommen of zo? Ah, nee. Ik kan dit allemaal nog niet kopen. Ik heb geen kattenpelt, ik heb geen bommenzak en ik heb geen pijl en boog. Dus ja, dat gaat hem nog niet worden. Oké, maar ik denk dat we nu ons avontuur officieel kunnen gaan beginnen, jongens. Ik weet alleen niet waar ik naartoe moet. Moet ik hier zijn? Waar moet ik zijn? Laat ik even de hulp van Fee inroepen. We moeten naar het zuiden. Oké, daar was het licht. Dus even kijken hoe we daarin kunnen springen dan, hoor. Moet ik niet gewoon springen en dan mijn loftwing halen? Weet je wat? Laten we het gewoon proberen. Ik denk dat ik op de verkeerde plek sprong. Ik moet hier blijkbaar springen. We zijn gered door Avi. Dankjewel, Avi. Mazzel. Oké, let's go. We gaan hier springen. Ja, en dan roepen we onze loftwing. Ja, let's go. En dan gaan we daar naartoe, jongens. We gaan daar naartoe. We gaan hier naar beneden. Althans, dat hoop ik dat we dat doen. Let's go. Ja, let's go. We gaan naar de wereld, naar de onderwereld. Naar de echte wereld. Ik ben heel benieuwd wat we hier aan gaan treffen, jongens. Ah, dikke hype. Kijk ons gaan, jongen. Ja, dit is voor het eerst, jongen. Niemand in Skyloft heeft ooit iemand gezien die terugkwam van hier naartoe. Of die überhaupt hier naartoe is gegaan, volgens mij. Dit is waar het allemaal echt gaat beginnen. De wereld buiten Skyloft. Oh, we moeten wel even ons parachutedoekje fixen. Anders hadden we keihard kapot gevallen. Maar waar zijn we? Meester Link, we zijn op onze bestemming aangekomen. Dit is het oppervlak dat in de legendes van Skyloft wordt vermeld. Volgens mijn berekeningen bevinden we ons momenteel in een gebied dat de Verzegelde Vallei heet. Las ik dat goed? Ja, de Verzegelde Vallei. En hier is ons eerste puzzel ding. Ja, let's go. Voel de hype, jongens. Voel de hype. Wees u alstublieft voorzichtig bij het verder gaan, meester. Jazeker, Fee. Kom, we gaan. Ik dacht het alweer, jongens. Dit zijn gewoon neppe pietjes. Auw. En dat begint goed. Ik sloeg niet echt goed. Nu sloeg ik wel goed. Lekker. Je moet dus echt een beetje kijken op welke manier je ze het best kan pakken, denk ik. Kijk, die raak ik niet, zolang die dat ding dicht heeft. En dan moet ik nu van boven naar beneden slaan, eigenlijk.
Dat moet ik goed timen. En dat lukt niet helemaal. Kijk, hoppakee. Zo. En dan hopen dat ik ergens een hartje kan fixen. En dit is de tempel. In de verzegelde vallei. Oh, nee. Oh, wat gebeurt er, jongen? Waarom ging het licht opeens half uit of zo? Ik ben toch gewoon buiten, hè? We moeten waarschijnlijk daar naar beneden. Oké. Dit gaat niet goed. Wat gebeurt hier, jongen? Wat zijn hier voor duistere krachten teweeg? Wat was dat? Ik hoor een geluid. Wat is dit? Dit is een dik zwart gat. Oh, nee. Dat is die... Nee! Dat is die guy die Zelda soort van op wilde eten. Ik krijg gelijk hoofdpijn, migraine, dingen. Kom op, Linky. Kom op. Herpak jezelf, jongen. Dit is nep, volgens mij. Dit is niet echt. Dat bedoel ik. We zijn weer terug. Van onze droom. Maar wat was het dan wel? Het is waarschijnlijk gewoon strakjes de eindbaas of zo, denk ik. En wat komt daar uit? Ja, daar komt die zwarte smurrie uit, jongen. We moeten denk ik die zwarte smurrie eens eventjes... We moeten even een kurk daarin gaan stoppen of zo. Die zwarte smurrie daar blijft. En we moeten hier de tempel in. En we moeten ook even hartjes pakken. Jongens, ik ben knijter benieuwd wat er gaat gebeuren hier in deze tempel. Als je dat ook wil zien... Abonneer. Want dan heb je gewoon heel de zomervakantie iets om naar uit te kijken. Gewoon iedere dag Nintendo video's. Doe even dat duimpje omhoog. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!